Yo guys, Glash hier met vandaag in een video en vandaag gaan we verder met Pokémon Rare. De vorige keer waren we hier gebleven en dat is bij Mount Moon, of toch de ingang van Mount Moon. Potions bij me heb. 3 potions, dat is toch niet zoveel vind ik. Dus daarom ga ik even terug naar de vorige stad om wat potions te kopen. Omdat ik weet dat Mount Moon een hele grote kutcave is. Ja, het is zoveel mogelijk potions als ik kan kopen. Voilà, en daar ging al ons geld. Ik heb hier al een Pokémon gevangen. Genaamd een Zubat, dus dat... Zou hij willen vechten? Oh, he wants to fight. Birdcatcher wants to fight. We da. Oké. Gooit er een tackle op, jongen. Oh, was dat maar een quick to lit. Oh, ik ging net zeggen turf potion te zijn. You son of a bitch. Dat is een Weedle. Ja, doe maar. Want Henrik heeft meer aanvallen, zeg maar. Snap je? Om dan wat aanval te... Zeg maar, die heeft meer PP. Dat is zo... Dus die 35 of 35... Ja. Dat is gewoon voor de Pokémon noobs die het niet kennen, snap je? Kom. Dat is goed, jongen. Harden, oké. Ik snap ook niet dat ze Kakuna geen andere aanval hebben gegeven. Buiten alleen Harden. En op zich is het ook wel logisch dat hij alleen Harden kan. Maar ja, kom. No. Boeien. Ja, level 15. Henrik Haard. Henrik Haard. Gaat Henrik niet evolueren op level 15 of zo? Nou, blijkbaar niet. Het zal een misgedachte zijn. Een po. Oh! Potion. Hey. Oh, maar jongen. Stomme strontsoewet. Het is het enige wat je kunt vinden in deze cave. En trainers natuurlijk. Ah. What? So find me here! Je bent echt zo letterlijk zo aan de ingang van die grot. Ja, met mijn vrienden zijn mij aan het zoeken. Oké. Oh, Clefairy. Liefst een hoog defense. Dus daar gooi ik een Leaf Seed of. Voilà. Gooi er nog een tackle op, jongen. Oh, dat deed echt helemaal niks. Oké, ik denk dat ik beter een Growl terug doe. Voila, goeie bal, Weedle. Maar hij doet nog vrij veel damage. Of het is een zij, I don't know. Ja. Ja, dat was grappig. Oh, well. That's fucked up. Hey, maar Leaf Seed is er nog. En ondertussen is de Leaf Seed Clefairy aan het leegzuigen. Voilà. Kijk, ik ben al bijna terug full held. Ik wil echt niet weten hoe laag de attack van Weedle nu is. Maar... Het zal vrij laag zijn. Ja. Oh. Oké, doe me maar de slaap ofzo. Oh. Oeh, din effect Weedle aan. Level 14. Oké, jij bent kapot gemaakt. Oh. En nog zo'n strontsoewet. Go away, you bitch. Nobody likes you. Oké, eigenlijk moet je dat niet zeggen. Want als ik heb echt veel Crobats en Golbats in mijn teams gehad. Snapte? Wat zou hier beneden zijn? Hoe wat zou dat zijn? Ja. Nog meer Pokémon of zo, I don't know. Het gaat nog dieper in de cave. En een paras. Nu komen allemaal andere Pokémons tevoorschijn. En. Oh. Nee, maar wij kregen een Zubat. Ah. Auw! Hoeveel Pokémons ga ik nog tegenkomen? Is dat nu Team Rocket? Ah, kan wel. HP up. Oké. En jij zet. Het is Team Rocket. Wel gangsta. Hey. Oké. He want send screw you. Send screw. Ah. Oh ja, die gaat eraan. Zeg maar straks tegen nu send screw. Screw him. Huh? Hij heeft overleefd. Holy shit.
Hier, pak een tackle. Voila. Opgelost. Oh, hij heeft er nog twee andere. Nee, ik wil niet wisselen. Come on, one shot. Dat moet lukken. Oké. Wacht, tailwhip is nooit een goed teken. Gooit er een tackle op. Oh, zo'n crystal het was. Oh boy. Bam, bam, bam. Oh. Dat deed echt al wat meer damage. Ja, maar zo niet, hè. Level 15. Hey. Rocket to use Zubat. Ja, want die heeft een aanval. Dat Witola niet zo leuk vindt. En dat is Leaf Life. Dus daarom gooi ik gewoon Rieker in. Boom! Hey, weg. Direct weg. Ah. Dag Zubat. Let you defeat Rocket. I blew it. Ah, gewoon Team Rocket. Dat moet kunnen. Item potion use. Het was goed genoeg. Voilà. Oké, we zijn terug hier. En ik ga hier nu naar beneden. En ik zou niet weten wat hier is. Oh, hey, een trainer. Hallo. What? Don't sneak up on me. Ja, je doet eigenlijk naar mij. Want ik ging naar links lopen. En ja, oké, maakt niet uit. Waarom zit jij daar rond? Dat is weird. Want als super nerd is, zit hij op de grond. Ja, seems legit, Pokémon. Vang. Hier zijn een paar zaadjes. Oh, als dan een Quicktail dit was. Oei. Pak een Vine, bitch. Oh, dat deed ook eigenlijk niet zoveel. Maar ik krijg wel levens. Die heeft precies niet zoveel HP. Hè. Hier is een tackle. Een tackle? Tackle, maar ik noem dat tackle helemaal te grappig is, so I don't know. Ik noem het tackle, oké? Ik kan eigenlijk echt nog best veel damage doen. Oeh, ja, dat bedoel ik dus. Ah, ik heb ineens steek in mijn knie. Oh. Ik gooi er nog maar een tackle op, jongen. Dat was Witolan. Volt Orb. Ah, ja, die vindt. Ik hoop dat die geen self-destruct gaat. Oh, Screech. Ik heb het gevoel dat hij mij gaat one-shotten, dat is niet de bedoeling. Ja, ik vertrouw het niet meer. Kom. Het is niet de bedoeling dat Witolan dood gaat. Pak hem, Rick. Ook wel dan elektriciteit, Pokémon. Niet denken, just do it. Oké, Henrik heeft dat echt mooi opgelost. Goed gedaan, Henrik. Ik drink er één op u. Ik drink ook al heel tijd één op hem, maar het boeit niet. Ja, inderdaad. My Pokémon won't do. God damn it. Hé, hey, een Pokéball. Glad you found a potion. Oh yeah. Hé, hey, nooit. Ah, nope. Helemaal niks. A rare candy, oh shit. Ah, is er nooit verder? Wacht. Oh, escape bro, kunnen we zelfmoord plegen? Haha, sorry. En die wil ook nog eens vechten, ja, waarom niet? Cut through this cave to get to Scarolean City. Dat kan. Ik ook trouwens, want we gaan naar de tweede gym. Oh, spoiler voor de volgende aflevering, hoor. Maar jongen, die heeft echt allemaal een Caterpie, hè? Allemaal. Of een Weedle. Ik had er zelf ook een, maar dat maakt niet uit. Ja, ach. Hoe kan dat zo weinig doen? Witolan, you disappoint me. Ah, dat is beter. Ah, goed zo. Hey, dag Caterpie. Oh, Metapod. Hier, die is voor Henrik. Kom. Bam, 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 bam. Sorry. Autistisch. Niks tegen autistische mensen trouwens, maar ik vind het gewoon grappig om te zeggen dat iemand autistisch is. Als iemand zegt, hey, je bent autistisch, haha, dat is grappig. Snap je? Dus, fuck. Ik weet ook echt heel autistisch aan het doen met mijn glas ding, maar oké. Dag met dat pot. De pot op, haha, sorry.
Ik moet hard lachen om mijn eigen mop. Ik weet dat er nu zo'n paar mensen zijn weggeklikt. Oh my god. Beter. En Henrik is level 16. Henrik is echt een Pokémon. Als we die zouden verliezen, hebben wij een groot probleem. Maar we zouden vooral een groot probleem hebben als wij nu Witolan zouden verliezen. Want die hebben wij nodig bij... bij de dinges. Bij de nieuwe gym. Dus bij de tweede gym, dat is de watergym. Dus ja. Ja, het is groter dan ik dacht. Ja, ik dacht dat ook, zeg maar. Snapte? Ja. Oké. Okay. Last one's Oddish. Yo. Die ziet er echt al heel zwart uit. Oh my god. Kijk, hè. Dan gaat hij straks mijn tackle overleven met één held. Kijk, hè. 3, 2, 1. Wat zei ik? Gewoon door zo'n fucking absorb, hè. Ja. Suck health voor een wietplant, ja. Ja, nu de Cricketal is, amai. Dat hadden we vroeger mogen doen, ze maat. Level 16. Heeft de weting niet op level 16? Dat zullen we zien. Bellsprout. Ja, dat is voor Henrik. Hé, is Henrik snel niet geëvolueerd? Dan moet dat toch wel op 17 zijn, man. Pa, 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 pa. Oh. Vang. Weg. Dank je wel, Sprout. Yeah, defeated Lass. Oh, we lost it. Yep. Hé, hey, wie te lang had het evolueren? Onder mij is er nu zo'n mooie animatie. Oké, het is gedaan. Witolan evolved into Ivysaur. Witolan a man. Witolan man. Oh yeah. Dat is zijn volledige naam. Oh. Ah, wat is hier? Oh, een Pokémon. Ik kan nog dieper. Wat? Oh, sorry. Ah, Team Rocket Guy. Ah, maar eerst nog een wilde Pokémon. En dat is een Paras. TM01. En dat is? Dat is also TM01, maar ja, ik wil wel weten welke aanval het is. We're pulling a big chop here. Get lost, kid. Bam, 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 bam. Rocket wants to find a Zubat. Just a Zubat, bro. Optieven met dat ding. Hier. Pak aan en vlieg weg, stom ding. You're bad, man. Sorry, ik heb echt iets tegen Zubats in deze game. Ze zijn echt fucking irritant. Sukt held van Harik, ja. Die sukt wel graag, denk ik. Dat is ook zo'n... Dat is net zoals Absorb, zo'n fucking debiele aanval, hè. Leaf Leaf. Leak Leaf, dus ja. Ja, dat was Zubat. Ekans. Ja, wacht. Ja, want Witolan, dat is iets voor Witolan. Henrik, kom. Oh, ik heb al niet meer zoveel tackles. Cricketal hit, ja, dat is rap. Oh man, ik eet dat niet zo graag. Boom. Ja, goed zo. Die doet altijd te laat, hè, de Cricketal hit. Altijd te laat. Net als die Pokémon zo 10 health of 2 heeft, dan doet hij altijd een Cricketal hit, maar dan heeft het geen nut. Dat was random. Dude, did you come to explore too? Aha. Yes. Pum, pum, pum. Kom. Kijk wie de snelste is. Oh, Rieke Steller. Boom, get wrecked, bitch. Kijk. Kijk eens hoe grappig dat hij zich voelt. Amai, dat is grappig, hè. Hey. Gust. Ja, nu moet Henrik toch echt wel evolueren, hè. Als Henrik nu niet evolueert, is hij echt zwaar autistisch. Sorry, ik wou dat niet zeggen. Oh, autisme is wel kei-erg, hè. Ah, die fucking kut aanval weer. Fucking kut ding. Hier, vang nog een gist. You bitch. Voilà, nu zijn je dood. Defeated youngster. Yep.
Losing stinks. Ja, jij stinkt ook. Het ziet er echt uit als Brock trouwens. Hé, wat is dat? Found the Moonstone. Ik ga er eens mee praten. Oh, ja, nu moet ik ermee vechten. Goed gedaan, Wouter. Goed gedaan. Oh, dude, dat is niks voor een Riek. Maak dat je weg bent, man. Ja, dat is wel iets voor Wittolen. Ja, doe geen moeite. Dat gaan 3 one-shots zijn. Oké, it's super effective, ja man. Ik hoop dat hij een beetje voor XP zorgt. Voilà. Die is dood. Voilà. Ik zei toch dat dat 3 one-shots gingen zijn. Voilà. Defeated Hiker. Wow, shocked me again. Again! Wat doe ik? Ik ben autistisch. Ik moet even stoppen met dat te zeggen. What the fuck? Oh, geen Pokémon tegenkomen, geen Pokémon tegenkomen. Almost. Het is weer een strontzoewets. Ik weet ondertussen al dat er zoewets in deze cave leven. Voilà. Wie waarschijnlijk hier nog meer Team Rocket guys? Nou, wat ik ga doen. Ik ga mijn Pokémon opladen. En dan ga ik deze video afsluiten. Ik ga wel Wittolan op voor zetten. Op voor, is dat wat ik bedoel. Want ik heb niet zo'n gerust gevoel bij die Team Rocket guys. En ik kon Henrik nog niet verliezen, omdat Henrik nog maar een klein vogeltje is. Snap je? Dus, ik ga even die muziek afzetten. Vond deze video leuk? Was het een blauw duimpje omhoog? Abonneer je de volgende keer. En de volgende keer meer Pokémon. En ik zeg, ciao.